Nou, wij delen hoesjes uit vandaag. Dat doen we om de zadels. We delen ook appels uit. En dat doen we omdat we vandaag even stilstaan bij dat het aantal plaatsen hier is verdubbeld. We hebben nu 1200 overdekte fietsenstallingen in Weesp. En dat is een enorme verbetering. Verrassend eenvoudig, ja. Ja, je trekt hem eruit. Je moet alleen dan wel zorgen dat je hem ver genoeg naar beneden doet, want die blijft hangen. En dan kun je makkelijk je fiets erin zetten en laat dan weer op slot en terug omhoog. Ik ben hier voor het eerst, dus ik ben hier vroeger kwam ik hier heel veel. Maar het ziet er netjes en mooi uit. Ja, voor Weesp is het een hele belangrijke opening, omdat wij heel veel mensen hebben die gebruik maken van de fiets. Daarnaast is het zo dat het comfort, de service naar de bewoners toe, naar de fietsers, enorm toegenomen is. Meer ruimte. Nou, je ziet dat er al heel veel fietsen staan. Daarnaast is het zo dat achter het station in de Bloemendalenpolder heel veel woningen gaan komen. Die mensen zullen uiteindelijk hier ook allemaal gebruik van kunnen maken. En dan is het goed dat je daar al op anticipeert.